De goede spelers, het aantal goede spelers wat we hebben, dus Robben, Van Persie, de exceptionele kwaliteiten, Sneijder, Nigel de Jong is er nu bij, en dan zullen die allemaal fit moeten zijn, dat is al bidden, die moeten dus allemaal fit zijn, en de anderen die zullen allemaal op en top moeten zijn, net als in 1988 de dragende spelers, zoals Barry van Aarles en de Van Tichelers, dus de Jan Maaten en de Blinde en de Vrij, en als die gaat spelen, alles zal gewoon boven zijn kunnen moeten spelen. En de bondscoach moet het geluk hebben dat inderdaad die exceptionele kwaliteiten van Sneijder, Van Persie en Robben, dat die allemaal tot uiting komen. En dat, ja, dan vraag je wel zoveel dingen dat dat gewoon niet kan. Het Nederlands elftal wordt nooit meer Europees of wereldkampioen. Nooit meer? Nooit meer.